Ja, voor de neutrale toeschouwer was het leuk, maar voor jou denk ik niet. Nee. Je wilt hier winnen en als dat niet lukt, dan baal je daar zeker van. Ja, waar lag het aan? Kan je dat zo kort na de wedstrijd al benoemen? Ja, ik denk dat vandaag lag aan de momenten waarop we moeten verdedigen. Ik denk dat je maakt 4 goals. Dat is normaal, liter is dat gewoon genoeg in de arena thuis. Maar we verdedigen gewoon, we hebben vandaag gewoon te slap verdedigd als zij richting onze goal kwamen. En ja, dat was gewoon niet goed genoeg. Nee, want tot deze wedstrijd had je pas 8 doelpunten tegen in de competitie. Er komen er nu gewoon 4 bij. Is het dan alleen omdat Tagliafico en Onana er niet bij zijn? Of was de hele organisatie gewoon zoek? Nee, kijk, natuurlijk er zijn 2 basisspelers die bij ons weg zijn. Maar dat mag niet een excuus zijn. Het ligt gewoon echt puur aan hoe we vandaag stonden. En ook met de jongens die hier vandaag stonden, moet je hier gewoon beter spelen en beter staan. En dat hebben we vandaag gewoon heel erg nagelaten. Ja, er wordt op sociale media wordt dan vooral gewezen nu naar Lamprou. Vind jij dat deels terecht? Was hij schuldig aan sommige tegentreffers? Nou, ik denk de enige die je schuld mag geven is de anderen die op het veld staan. Kijk, hij speelt nu en we weten al dat hij met natuurlijk met de achterban een kleine achterstand heeft. En ja, dan hoe wij hem laten vallen, dat is schandalig, denk ik. Ik denk dat wij de andere 10 goed in die spiegel moeten kijken hoe wij vandaag gespeeld hebben. En ja, we laten hem in de steek en dat is heel slecht. Ja, voelt dat zo, dat je echt de keeper vooral in de steek hebt gelaten? Ja, dat voelt zeker zo. Kijk, die schoten die laten wij toe. Natuurlijk, sommigen die gaan er misschien net in. Maar wij laten die schoten toe en dat mag gewoon niet gebeuren. Wij mogen niet ze zo ver laten komen dat ze vanaf die afstand kunnen schieten. Ja, en soms kon ze ook gewoon het hele veld oversteken. Was het ook een soort van gemakzucht? Je dacht van nou, het gaat wel makkelijk bij rust. 3-1 had eigenlijk 4-1 moeten zijn door die penalty. Het gaat heel makkelijk. We rollen gewoon weer door naar 5-6, 7-1. Nou ja, kijk, je gaat met 3-1 de rust in en dat is op zich prima. En dan bespreken we om de tweede helft volle bak weer te geven en om door te gaan. En als je dan na 10 minuten al 3-3 staat, ja, dat is gewoon, dat mag niet gebeuren, denk ik, voor ons. En ja, wat ik zeg, dat is voor ons om goed in de spiegel te kijken, want ja, dat is gewoon, dat is niet goed genoeg.